Hallo YouTube, hier zijn we weer. Tobias, Michel en Bram. We hebben weer een nieuwe Survival Island voor jullie. Part 4 onderhand, ja. En ja, je hoort het al. Bram is weer beter. En ja. Kijk, hier heb je hem. Kijk, daar. Bram, kun jij misschien mee stoppen? Ja, nee. Nee, perfect, kijk. Perfecte timing, het begint al nacht te worden. Het begint al nacht te worden, ja. En ja, we gaan nu echt goed werken aan de challenges. 4 dagen. We gaan nu de challenges waarschijnlijk doen. Maak een huis met 20 ramen. Maak een huis met 2 verdiepingen gaan we ook doen. Een ondergrondse tree farm gaan we vandaag proberen. En we gaan ons huis kapot maken. Nee. Niet allemaal in 1 aflevering. Wat alle. Gaan we ons huis niet kapot maken? Nee, we moeten de challenge... Oh, dit oude huis wel? Ja, dat zeg ik. Oh. Dan moeten we wel een nieuwe hebben. Ik dacht echt, we gaan een nieuw huis bouwen. Ja, we slopen. Waarom heb jij hier een geheime chest? Nou, gewoon. Gas, aan de kant. Oh jee. Ik ga het eiland een beetje verlichten, dan kan YouTube zien waar we aan het doen zijn. En spant er niks engs meer. Waar gaan we ons huis eigenlijk van maken? Steen of hout? Korrelsteen. Dan brandt het ook niet af als het misgaat met die met dat vuurding. Dat? Ja. Open hart. Een appel. We kunnen ook een boomhuis maken. Dit is namelijk een 3 dikke. Oké, maar ik ga de mushroom farm maken, dat we allemaal wat eten hebben. Michel, dan moet jij bols maken. Is dat een challenge dan, mushroom farm? Nee, maar dan gaan we niet dood aan verhongering. Gaat toch niet. We kunnen toch gewoon vissen? Bouw een visnet. Engel. Ja, hebben we van die vis, van die draad, spinnendraden? Volgens mij wel. Anders moet je even in de grot gaan zoeken. Je moet denk ik even een deurtje bij de kief maken, anders lopen al die monsters omhoog. Spinnen lopen niet. En spider jokies zitten. Wat doe jij hier? Ik? Ja. Graven. Mijn mushroom farm. Met die ondergronds. Ja. Ik ben er in de vorige aflevering achter gekomen dat het alleen ondergronds kan. Oké. Okay. Oh ja, natuurlijk. Bram, kun je ladders voor mij maken? Ja, niet zo. Anders kan ik er ook niet meer uit. Wacht, ik maak een. Is 21 genoeg? Ja. En kun je ook wat toortjes meenemen? Dat kan hij. 2. Kunnen er geen monsters spawnen bij die mushrooms? Nee, daarom heb ik toortjes nodig. Dan gooi je die mushrooms niet meer. Nee, daar niet. Maar op sommige stukken wel. Waar zijn de toortjes? Ja. Dan bouw ik wel gewoon in het nieuwe huis iets met redstone. Bijvoorbeeld een deur met redstone of zo in het nieuwe huis. Want nu hebben we zo'n lelijk kobbelhutje. Bram? Waarom komt er zand naar beneden vallen? Is er nog dirt, kan ik meer bomen planten? Ik heb hier 34, moet je even komen halen. Ik heb er hier 1. En mag ik de ladders? En toortjes? Ik heb er maar 1. Heb je maar 1 toortje? Ja, maar ik wil wel 34 dirt. En ik ga nu hier naar boven.
Michel, wat ben je aan het doen? Yep. Wee. Doe maar niet. Oké. Oh. Nee! Lekker voor je. Ik heb al je spullen en je XP. Ja, mag ik mijn spullen weer terug? Hé? Hey? Kom maar halen. Ja, oké. Waar is die fucking ladder die je net hebt gebouwd? Wil je van cobblestone het huis gaan bouwen? Ja, daar ben ik dus mee bezig. Ja, want ik haal nu een heleboel cobblestone binnen. Nee, geen cobblestone. Steen die eerst in de oven doet. Ik haal nu namelijk een heleboel cobblestone binnen met dit doen. Ja, maar eerst moet je steen die in de oven is gegaan. Nee, dat doe ik voor het dak. Bam, flikkertje! Ja, Bram. Nee. Sorry mensen, ik heb niks tegen flikkers, maar wel iets tegen Bram. Zelf. Wat draai je mee? Dus eigenlijk heb ik wel iets tegen flikkers. Waarom is die cactus bij het water geplant? Nou, omdat we cactusplantage moeten hebben en om dat te maken heb ik eerst een heleboel cactus nodig. Maar dat voeg ik niet. Cactus heeft geen water nodig. Staat hij bij het water dan? Ja. Oh. Mag ik 1 cobblestone? Heb ik niet. Wel. Kom maar halen. Je krijgt er zelfs 2. Hak dan gewoon dat redstone huisje. Die zouden we toch weghalen. Ja, mag jij doen. Ik heb geen pick. Nee, dat wist je wel. Nee, in pickaxe. Kijk, daar denkt Michel dan weer aan, hè? Dat is het IQ van Michel. Michelin, man. Michelin. Michelin. Ons hele eiland is echt lelijk. Een gebat. Echt overal zitten van die dingen. Hier, Bram, onze trap. Je moet een deur maken en dan moet je 2 hoog huis en dan moet je een gat in de grond maken. Ik probeer er niet overheen te springen, want dat lukt niet. Dat heb ik al uitgepast. Oké, ik ga met een stok naar die kief een keer verkennen. Met een stok? Ja. Wow, je hebt wel lef hoor, dat je gewoon met een stok gaat. Heftig. Ja, creepers hebben wel hout kwijt als ze doodgaan, maar ik ga niet dood. Nee. Weet je hoe wij creepers hebben verslagen de laatste tijd? Ja, inderdaad. Zelfs met diamonds. Nee, die spanner die staat. Oh, dat is een torch. Ja, die moet je niet kapot maken. Oh, sorry. Te laat. Ja. Heb je nu kapot gemaakt? Ja. De spanner. Met een stok. Ja. Weet je hoe lang dat duurt? Ik eigenlijk ook niet. Ik weet het. Michelin, man. Dan kunnen nu zombies spannen. Geen keer. Ja, waar? In zijn huis. Ja, het is mijn huis. Jullie moeten zelf een huis maken. Asociaal. Ik neem geen zwervers in huis, Bram. Ja, dat is jammer, Bram. Wat zei je? Dat is jammer, Bram. Moet je zelf een huis bouwen. Hier, we hebben nog uilen. Het is best wel stil eigenlijk. Je hoort alleen jou heel... Boksteen, dat is veel vetter om een huis van te bouwen. Alles wat je hoort is heel hard geklik van jou. Ja. Kijk, deze. Hey, kijk, deze is veel beter. Hoe maak je die? Wat? Hoe maak je die? Kijk, die is beter voor een huis. Ja, maar hoe maak je die? Moet je eerst de steen in de oven doen. Nou, zorg dat Michel dat dus gaat doen. Oké, wij gaan steen in de oven doen. Kom, we gaan steen hakken en dan gaan we het in de oven doen. Krijg van die coole steen. Nee, ik heb wel steen hakken in mijn mijntje. Oké, dan ga ik ze overbrengen. Oké, jij moet dit gewoon stenen bij mij komen ophalen en dan, doe ik dan kun je ze in de oven doen. We hebben geen koel. Oh, wel. Mag jij gewoon net steen bij mij komen ophalen en dan mag je ze in de oven doen? Ja, zullen we een mijnkarretje straks gaan maken? Oh, ja, daar... en dan met een chest minecart. En dan kunnen we gewoon net stenen naar boven sturen en dan kun jij ze boven aanpakken en in de oven gooien. Ik ga meehakken. Waarom maak ik het zo groot? Dit is echt nutteloos. Anders kunnen er geen mushrooms groeien. Het hoeft niet zo heel diep, het hoeft alleen donker te zijn. Nee, het wordt ook groot.
Ja, ik zag een keer op Skylock dat iemand gewoon een klein dingetje boven de grond gemaakt. Het was gewoon alleen helemaal donker, vandaar dat er niks was. Ja, maar zo krijgen we nog stenen. Oh, ik heb nog langer. Geef mij de stenen, dan ga ik weer transporteren. Je bent gewoon een wandelman. Jouw taak is gewoon op en neer lopen. Hé, hey, ik kan niet naar boven. Oh, ik kan wel. Nee, ik kan niet. Moet je even de trapdoor dicht doen, volgens mij. Ja. Kun ik wat ladders meenemen? Want ik ben hier een beetje zonder ladders. Ik heb er nog drie. Maak even nieuwe dan. Waarom is al die kool uit de oven? Maak even nieuwe trap. Chill, waarom heb je de kool uit de oven gehaald? Nee, hij gaat mij killen. Hij heeft mij gekild. Michel? Je doet hij ook altijd bij mij. Je verspilt onze pijlen. Helemaal niet. Ik bedoel, je verspilt je tijd. Bram! We kunnen nu niet meer killen. Ja, mag ik spullen terug? Ja, blijf dan staan. Ja, en Bram, kun je ook wat ladders maken? Ja, maar hey, Bram, je moet niet al het hout in de oven gaan doen. Ik doe niet eens hout in de oven, dus dat kool in. Je moet niet al onze stenen in de oven gaan doen. Wel. Eerste verdieping maak ik gewoon van cobblestone, hoor. Maar de tweede verdieping en de derde en de achtste niet. Ja, daarom, maar ik heb toch eerst cobblestone. Hey, maar dan moet het... Ga je dat hakken? Hé, hey, maar Michel, er moeten 10 ramen in de eerste, 10 ramen in de tweede verdieping, hè? Ja, weet ik, daarom... Maar dan moet je het niet gaan saboteren. Ik. Nee, hij, nou hebben we geen kool meer. Wat heeft hij er dan mee gedaan? We hebben weer kool. We hadden, daar zat... En nu zit hij er weer in. Kan iemand wat eten meenemen voor mij? Magnum. En een torch. Ik heb eten, een paar torches en een paar ladders nodig. Oké, ik maak... Hey, er liggen nog 10 ladders. Eten... Ik maak wel een brood. Ik ga dadelijk even wiet groeien. Mag ik je cobblestone even, Bram? Michel, kom maar onder in de grot. Ik heb daar 2 stacks cobblestone. Ja, waar ben je? Waar is welke grot? In het tunneltje dat ik aan het graven ben. Wow. Oké, kan ik erin brengen? Bram! Even terug! Ik heb niks. Ja, je hebt wel iets. Je hebt een stack. Oh, ik heb 1 stack opgepakt. Ik heb een stack. Daar ligt nog wat. Ja, hier. Ik kan geen kogel halen, man. Bram, hoe gaan we dit oplossen? Die ladder. Auw. Bram. Waarom zet hij een vuur net? Bram, kun je deze ladder even goed maken, zodat die werkt? Ja, maar ik heb geen mooie steen daarvoor. Nou, zorg maar denk ik voor dat je omhoog kunt komen met de ladder. Okay, maakt niet uit hoe je het doet, maar... Zorg dat ik in elk geval weer naar boven... Heb je eten meegebracht? 1 brood. Mag ik een brood? Of sneetje. Ja, maar het moet wel naar achteren. Anders kunnen er geen dingen groeien. Dat is een super lelijk man. Ja, maar dan kunnen er geen dingen groeien. Hoe wil je dan naar beneden gaan? Nieuw gat graven, gewoon zo. En dan hier naar boven gaan graven. En daar? En daar maak je dan maar de ladder. Dan hak jij die ladders maar weer weg. Hey! Wie doet het licht uit? Het is er. Auw. Ik heb nog 10 ladders. Oké. Dat is echt de eerste reactie. Oké. Nee, mijn reactie was dat kan. Ik heb er nog 3. Ik heb ook wel eens 10 ladders.
Bram, waar zit jij ongeveer? Hier, gewoon onder je. Ah, zand! Ik kom je redden. Ja jongens, het kwartiertje is voorbij ongeveer. Nee hoor. Nee? 11 minuten. Zo verschil. Ja. Hé, zie ik dat we naast langs elkaar ook kan niet. Kun je verder graven, Bram? Trouwens, je hebt nog gesmolten steen in de mijn. Bram, waar is de oven gebleven? Hier zat hij. Is die undercover? Nou, snel bedenken. Dat is juist handig, dan heb ik wat licht. Nee, doe maar niet. Wel, dan heb ik licht. Je hebt 12 van die koele stenen. Er zitten nog meer gesmolten stenen in de oven, volgens mij. Oh, ijzer. En kool. Ja, dat is heel handig. Ijzer maken. Vinden we opeens diamond, dat is bijna onze missie voorbij. Maak je moet nog een paar dingen bouwen. Wat is er, Bram? Hoe maak je echt een automated farm? Dat zal ik je dadelijk leren. We hebben eerst een heleboel cactussen nodig. En met één kan het ook, maar dan... Ik heb er nog twee. Ik heb er nog eentje naast het water geplant. Lekker logisch. Ja, die andere stond er naast het water. Ik weet niet hoe je straks nog bij je oven wil komen. Nee, kijk. Jongen, ik hak hem alweer weg. Kijk, hij moet af en toe verplaatsen. Ik ga gewoon door met graven. Ja, nou heb ik alle spullen uit de oven. Maak jij het maar weer dicht. Ik hak de kool weg. Hoe diep wil je hem hebben? Diep genoeg. Straks vinden we opeens een ding, een stroommond. Nee, het lijkt me niet zo... Nou, het zelf vet. Okay, heeft iemand jullie al flint gevonden? Nee, hoezo? Een aansteker. ja, ik ben een aansteker, ja. Okay, maar waarom weer een aansteker? Om onze pornhuis te laten werken. Oh, fireplace. Dan kunnen we ook een netherportal maken als we obsidian hebben. Dan moeten we even lava lake gaan zoeken. Oh nee, dan moeten we een diamanten pickaxe maken, maar die diamanten hebben we allemaal hard nodig. Bram, mag ik jouw pickaxe? Mijn maar pickaxe jongens, zullen we direct naar die plek gaan waar ik die in de volgende part naar de plek gaan waar ik die slimes vond? Oké. Ik weet de weg namelijk nog ongeveer zo uit mijn hoofd. Bram, hoeveel pickaxe heb jij bij je? Twee heb ik erbij. En dan mij een beetje de versleten stenen geven, hè? Ja, tuurlijk. Ik maak nog wel een houten voor je. Goed. Nee. Maak maar nog een paar ijzeren. Maak maar een paar ijzeren pickaxe voor me. Nou zitten we denk ik op een kwartier. Tobias, de tijd. Ik denk dat we nu kunnen kappen. Oh ja. YouTube, tot in part 5. Doei.